Yes. We zijn er weer. Fresh, fresh in je oren. Oh, hebben mensen dat gehoord? Nee. Oké. De microfoon stond net nog niet aan. Welkom bij Klasse. We zijn er weer. Mijn naam is Ben Kremers. Marie Morf is aanwezig. En Ivana is er gelukkig ook nog steeds. Ik ben er nog. Gelukkig. Wat vond je van de aflevering hiervoor? Ja, ik vond het heel snel gaan. Ik vond het leuk. Ga snel, hè? Ja, als je dan zo aan het praten bent, gaat het tijd opeens heel snel. Nou ja, precies. En je hebt het naar je zin, dat is nog belangrijk waar je op trouwens. Zeker. Toch, Marv? Ja, toch. Ja? Ja, zeker. Zodat we zijn telefoon te checken, dat doet hij altijd, jongen. Nee, helemaal niet. Nee, ik zag dat. Ik had niks in mijn hand. Ik was gewoon aan het droom. Nee, leek maar zo. Ik zit met het kabeltje te spelen. Ik zat er net ook onder de tafel iets mee te cleanen. Nou, we hebben uitgebreid over jouw schoolcarrière gehad. Nu is je werkcarrière aan de beurt, om het zo te zeggen. Kan jij even vertellen waar je werkt, als het mag, en wat jij daar doet? Nou, ik ben nu 2 jaar en een beetje werk ik bij Vivor op de FPA. Is een forensische psychiatrische afdeling. Daar komen vooral mensen, patiënten, waar ze dan met psychiatrische problematiek. Die dan ook, sommigen hebben dan ook een delict gepleegd, dus die hebben dan ook verschillende forensische kaders. Of een zorgmachtiging, of een TBS, of het kan heel veel verschillende dingen zijn. Die krijgen dan behandeling bij ons. En dan vanuit ons, dat is eigenlijk een reïntegratieafdeling. Ja. En daarna gaan ze naar buiten, terug naar hun eigen woning of naar een begeleid wonen. Oké. Okay. En wat is jouw functie dan in het geheel? Jij doet dan, jij geeft die cursus, workshop, begeleid ze. Wat is jouw... Nee, ik ben geen therapeut. ik ben begeleider op de afdeling. Dus op de afdeling waar ik werk zijn we 2 personen. En dan ga je gewoon een beetje de structuur van de dag doornemen. Zorgen dat ze naar het werk gaan of naar een dagbesteding. Dat soort dingen. Koken met ze, van alles eigenlijk. Oké, dus je hebt ook wisselende diensten, denk ik dan? Ja, vroege diensten, late diensten en ook nachtdiensten. Ik denk dat ik wel elke maand een beetje nachtdiensten draai. Oh, heftig of niet? Nou, in het begin is het even taai, maar daarna went het wel op een gegeven moment. Soms heb je er dan 5 en denk je wel van. Is het dan ook 5 achter elkaar, zeg maar? Ja. Ja. Oh. En iedereen die daar werkt, doet dat allemaal? Ja, de meeste wel. Er zijn er een paar die dan geen nachtdiensten draaien. Dat is voor sommigen voor ongezondheidsredenen of misschien hebben ze kinderen of weet ik veel, waardoor het dan niet kan. Mm-hmm. Maar over het algemeen wordt volgens mij wel verwacht dat je nachtdiensten draait, ja. Maar aan de andere kant wel dikke doekoes. Ja, dat is wel leuk. Ja. En hoe je bent dan begeleider? Spreek je dan over een groep? Heb je dan het over een groep waar ze zitten? Of afdeling, of hoe noem je het? Ja, de groep, de afdeling... Iedereen noemt het een beetje anders. Je hebt gewoon een huiskamer, je hebt een keuken en dan iedereen heeft zijn eigen kamer. Mm-hmm. En ja, de deuren die zijn ook gewoon open. Je moet het totaal niet zien als een gevangenis. Want sommige mensen zeggen, ja, cel, dit, dat. Nee, het is gewoon hun kamer, eigen badkamer, bed, bureau, televisie, de meeste wel. Dus, en dan kunnen ze gewoon open van 7:15 is de afdeling open tot 10:00. Dus dan kunnen ze gewoon gaan wat ze willen. Knap hoor. Ja, en dan... dan gaan ze om 10:00 naar hun kamer en dan gaan de deuren niet op slot. Nee. Maar dan kunnen ze gewoon weggaan als ze dat willen. Nee, dat dan niet. De afdeling die sluit dan. En in principe kunnen ze hun kamer uitkomen, maar dat besluit gang. Dan kan je eigenlijk niet heel ver. Het is wel een gesloten setting, dus je kan niet zomaar naar buiten. De meeste mensen die krijgen wel een verlofkader, dus dan kunnen mensen wel gewoon op verlof gaan. Oké. Okay. En hoe ben je erbij gekomen om dit werk te gaan doen? Toen ik mijn opleiding wilde gaan doen, toen wilde ik eigenlijk in de jeugdzorg. Mm-hmm. Want ik dacht, het lijkt me wel leuk. En ik heb vroeger zelf ook heel veel instanties over de vloer gehad. Dus ik dacht, ja, dit kan ik ook. Dit vind ik ook leuk. En ik wil ook mensen gaan helpen. En toen dacht ik, ja, jeugd wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben zelf ook nog een beetje jeugd. Ik ben zelf 22. Dus ja, wat ga ik doen tussen jongeren van 18? Dan, ja. En op een rare manier, op een hele bijzondere manier, toch hier terechtgekomen. En eigenlijk nog steeds heel erg naar mijn zin. Ja. Ja. Mooi om te horen, Marv. Ja. Ja. Had je dit verwacht dat ze dit zou gaan doen? Ik kwam me wel iets vaag zeggen dat ze in de jeugdzorg wilden, inderdaad. Ja. Maar het zijn volwassenen waar je nu mee werkt. Ja. En jij bent, met alle respect, 22. Is het dan wel een beetje respectvol tegenover jou? Of is het van, joh, wat kom je doen? Ik was daar in het begin wel heel erg bang voor, want toen ik daar ging werken was ik dus 20. En dan ben je toch wel bang als je inderdaad dan weet ik veel, je hebt hele jonge mensen, je hebt jonge mensen, je hebt ook echt wat oudere mensen, dat ik echt bang was, dat ik dacht van ja, sta jij nou hier voor mij? En ik had het
hun dochter kunnen zijn eigenlijk, omdat zo'n leeftijdsverschil is. Daar was ik wel een beetje bang voor, maar ik heb dat tot nu toe eigenlijk nog niet meegemaakt. Dat iemand tegen me zei van, ja, wat wil jij me nou eigenlijk komen vertellen? Dus daar ben ik wel echt heel even afkloppen, want ik ben er wel heel erg blij mee dat dat nog niet zo is geweest. Ja, gelukkig maar toch. Ja. Ja, want het lijkt me best wel heftig om met dat soort mensen ook te kunnen werken. Dan moet je natuurlijk wel geduld hebben. Ja, nou ja, het is gewoon heel erg normaal eigenlijk. Dus voor jou is het normaal? Ja, voor mij is het heel normaal. Gewoon, je voert gewoon een gesprek met hen, net zoals wij dat een gesprek voeren. Dat is verder, ja, is daar niks geks aan. Ook oud-TBS'ers zitten daar dus? Ja, ook mensen nog steeds met een TBS-kader, ja. Ja, mooi om te... Want ik zit er even over na te denken in de tussentijd, want zijn die mensen ook een beetje in de war, om het zo te noemen, of dat niet? Er zijn wel mensen die dan ook bijvoorbeeld psychoses hebben of iets, dat gebeurt, dat die zijn er, ja. En geweld-wise, zeg maar, wordt het ook daar gebruikt? Of, Ja, er zijn wel eens incidenten. Je hebt gelukkig ten alle tijde een alarm. En als je op het alarm drukt, dan staat er in no time, zijn er heel veel collega's voor je klaar. En dan krijg je ook speciale cursussen en trainingen om hoe ga je om met agressie, hoe ga je om met geweld. En als het dan echt misgaat, dat je... Hoe noem je dat? Moet gaan fixeren, dus iemand naar de separeer moet brengen. Krijg je ook speciale trainingen. Het gebeurt, maar gelukkig niet heel vaak. En fixeren is toch iemand naar de grond brengen, toch? Ja. Zeg dat goed? Ja. En separeer, dat is separeercellen. Ja, separeercel of een isoleercel. Wij noemen het een separeer. En je hebt, waarschijnlijk hebben jullie dan zo'n piepertje bij, denk ik, om te zeggen van... Oké, stel dat wat gebeurt, dan druk je op dat piepertje en binnen no time kan iedereen dan... Ja, hij lijkt een beetje op een oude huistelefoon die je dan vroeger had. Dus dan heb je ook zo'n... Met die oude Nokia's en zo, dat lijkt een beetje, maar dan is het echt een baksteen. En dan zit er bovenop een grote rode knop. En als er dan iets gebeurt, dan druk je hem gewoon in. Ja. Hebben we dat als moeten doen? Nee. Nee. Gelukkig nog niet. Klopt het af. Ik klop hem ook even af. Ik wil het niet op me afroepen. Nee, dat snap ik. Nee, soms gebeurt het al voor iets heel kleins. Als er iemand bijvoorbeeld je uitscheldt of iets en je stuurt iemand naar kamer en die persoon wil niet naar kamer, ja, dan moet je toch drukken om te zorgen dat deze persoon naar kamer gaat om die time-out dan te geven. Mm-hmm. En anders, ja. En hoe ziet het er dan uit? Stel, ik loop daar en ik zeg, nou, ik ga niet naar mijn kamer. En jij zegt, joh, je moet. Wat gebeurt er dan? Ja, dan ga ik je toch proberen in gesprek met je te blijven om toch te zorgen dat je toch naar je kamer gaat. En ga je dan niet, ja, dan wordt er dan toch soms wel de keuze gemaakt om dan alarm te drukken. Mm-hmm. Zodat we dan met z'n allen maar gaan zorgen dat je toch naar je kamer gaat. En soms moet je dan iemand bij de arm wel meenemen, maar... Ik denk dat 9 van 10 keer de meeste wel gewoon dan meelopen. Want er staan er zoveel mannen opeens om je heen. Ja. Dat maakt wel indruk. Nee, is ook iets wat je liever niet wil doen om voor zoiets dan ook. Nee, dat snap ik. Maar op een gegeven moment, ik kan me ook iets voorstellen van, op een gegeven moment, nou, ik heb je nu zo vaak gewaarschuwd. En je luistert niet, dan ben ik genoodzaakt om op die knop te drukken. Ja. Want het is niet zo dat je, als jij zelf zegt van, joh, ik duw hem of ik pak hem bij zijn arm, dat doe je niet of dat mag niet of... Nou ja, het is sowieso niet de bedoeling dat je iemand zomaar gaat aanraken natuurlijk. Nee, maar als hij niet luistert. Nee, maar als ja. Ja. Nee, ik zou er nooit... Aftikken. Ik zou er nooit zelf voor kiezen om zomaar even iemand beter te pakken van, joh, maar op een gegeven moment van, joh, hey, luister, nou, ik heb je nou een paar keer gebeld, dat je gewoon een licht zetje geeft van, joh, je moet nu die kant op. Nee, dan wordt het denk ik gewoon echt kapot. Ja, dan wordt meteen... Dat zou ik niemand aanraden, nee. Want waar zit het? In Portugal. Portugal, ja. 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 Je hebt dan de grote FBC, de TBS-kliniek. Ja. En dan daarnaast hebben we dan de FBA. Ja, TBS-kliniek is echt helemaal achterin het veld volgens mij. Ja, en dat is super indrukwekkend. Klein beetje daarnaast zit dan mijn gebouw, waar ik dan werk. Eigenlijk. Ja, zo bedelt dat. Toch wel altijd een beetje als je met de metro gaat, hè? Als je met de metro gaat en je stopt in Portugal, dan hoor je altijd... Kan je de bus nemen naar Delta, naar Antes, Want TBS'ers komen ook gewoon naar buiten, toch? Onder begeleiding. Ja. Ze kunnen verlof krijgen. Ja, echt. Nou, ik vind het heel mooi. En wat ik zo fascinerend, dat je inderdaad, nog met alle respect, hè, dat je nog zo jong bent en dat je dit werk al doet. Super stoer, super tof ook. Wat zou je tegen... andere mensen zeggen, of leerlingen zeggen bijvoorbeeld van onze school, van, om voor dit werk te kiezen. Stel dat je bent 15, 16, je moet een vervolg mbo gaan kiezen. Wat zou je daar tegen willen zeggen bijvoorbeeld? Ja, ik denk heel veel mensen die inderdaad, Marvin die zit dan al eenmaal... Ja, ik zeg niet, je moet nooit bang zijn. Er zijn heus wel momenten dat je denkt van, inderdaad, het is best wel spannend. Maar
ja, het is eigenlijk voor mij gewoon heel normaal. En ik denk gewoon dat als jij stevig in je schoenen staat, je mondje wel goed bij hebt. En dat dat dan wel, als het je ligt en je moet wel met verschillende ziektebeelden en bepaalde delicten om kunnen gaan om met deze patiëntengroep te kunnen werken. Ja, ja, ja. Maar ja, als het je ligt. Beseffen, je hebt net mijn vader gemist. Hoezo? Hij werkte daar. Ja? Ja. Oh. De verhalen die ik vertelde, ging over mijn vader, precies hetzelfde werkplek waar jij werkte. Oh, ja, echt gek. Echt crazy. Hij werkte daar horeca gedeelte. Dus hij moest dan ook met bepaalde activiteiten, moest hij die gasten begeleiden. En soms kwam hij echt met verhalen. Dat iemand zich bepaalde verhalen deelde waarvoor hij dan daar zat. Of als TBS er binnen is gekomen, dan dacht van nou, dan had ik inderdaad... Dat je dat gewoon kan, dat je dat gewoon rustig kan blijven, gewoon dat gesprek kan blijven houden. En net als jij, niets onder de indruk, niks meer gewoon. Het is niet dat ik niet onder de indruk ben, want achteraf als je dan in een situatie terechtkomt of in een woordenwisseling met iemand, ja, dat je denkt van... Maar op dat moment laat je dat gewoon niet zo merken, precies, en dan achteraf, ja, denk je van zo. Ja, echt. Ik vind het knap hoor wat je doet, echt. Want je moet wel echt iemand hebben die gewoon echt even gewoon patje is op dat moment, snap je? Die gewoon het even niet meer helder voor ogen heeft, ja. Weet je? Ja, je moet het kunnen, je moet stekken in je schoenen staan, maar dat maakt het juist tof om het te doen, denk ik ook. Ik zou zoiets misschien ook wel kunnen, hè, denk ik. Ik zou binnen een week matten. Nee. Ja. Ik heb zelfs nog een keertje een dag meegelopen in een jeugdgevangenis, om daar iets van onderwijs te geven of iets dergelijks. Ja, maar jeugdgevangenis is denk ik weer een hele... Jawel, ja. Maar dat integreerde mij ook wel, dat soort, ja, ze hebben een keer bijvoorbeeld een fout gemaakt, hè. Daar zitten ze voor op een cel, ja, en ze moeten wel uiteindelijk, iedereen verdient een tweede kans, dus hoe ga je er dan mee om, wat wil je dan, weet je, dat vind ik wel integrerend hoe dat dan gaat, iets anders, dat begrijp ik ook wel, maar ja, dat zijn... Ik weet niet of je deze woorden nog kan herinneren, kijk, ik denk dat ik... Ik denk dat ik echt wel met iemand kan werken die een moord heeft gepleegd. Dat vind ik iets heel anders dan iemand waarvan ik weet dat iemand gewoon niet barkie is. Dat vind ik echt heel raar. Ja, ik serieus. Ik zou dat heerlijk vinden als iemand niet... Dan kan je lekker sarcastisch zijn, lekker grapjes mee maken. Ja, dat zou ik echt heerlijk vinden. Ja, dat vind ik zo, echt... ik zou niet... Ik vind echt Ivana... Knap, even apparaat. Ja, toch? Nou, ik vind het nice. Ik vind het echt... Je moet het maar kunnen. Je moet maar rustig blijven. Je moet die gesprekken aan kunnen gaan. En persoonlijk weet ik dat ik... Ja, ik voel me altijd een soort van ongemakkelijk dan. Als ik iets weet waarvan ik denk van... Je hersenen werken anders dan het gemiddelde. Snap je? En dan voel ik me een beetje... Ja, gewoon ongemakkelijk. Want wat voor... psychische problemen hebben die mensen dan bijvoorbeeld? Kan je daar wat voorbeelden van geven? Ja, er zijn heel veel verschillende dingen. De ene komt inderdaad binnen met psychoses. Mm-hmm. Of ik werk dan op een supportieve afdeling. Dus zijn vaak mensen, althans vaak Sorry, mensen... Sorry, op een? Supportieve afdeling. Wat betekent dat voor de mensen die dat niet weten? Ja, wat betekent dat? Die hebben wat meer begeleiding nodig. Daar heb je gewoon 1-op-1. En okay. Je hebt dan ook een sociaal-therapeutische afdeling. Dus vooral persoonlijkheidsproblematiek. En op mijn afdeling is er vaak dan is er sprake van een licht verstandelijke beperking, mm-hmm, of iets, ja, vaak met psychose ook, dat die dan mee te maken hebben gehad. Maar in mijn afdeling zijn ze allemaal, over het algemeen, allemaal stabiel. Ja. Dus, komen ze ook op binnen op vrijwillig kader? Er zijn er bij die op vrijwillig kader binnenkomen, maar het is nooit volledig vrijwillig. Okay. Het is dan of je gaat in behandeling bijvoorbeeld bij ons, op de FPA, of je moet gewoon, het is dan voorwaardelijk, dan ga je terug bijvoorbeeld naar de PI, of uh-huh, waar je dan ook vandaan komt. Oké, dus kunnen ook vanuit PI kunnen ze daar overgeplaatst worden. Ja. En wanneer worden ze overgeplaatst vanuit PI bij jullie? Ja, we hebben niet heel veel, het is niet een heel groot gebouw, dus nee, er zijn wel echt wachtlijsten, ja, voordat je bij ons zomaar terecht kan komen. Ja, ja, maar dat is ook mijn vraag, hoe kom je bij jullie terecht dan? Ja. Dus stel, Tachi wordt, die fript hem helemaal uit. Ja. Tachi flipte mij, maar die zal dan denk ik niet zo niet op de FPA komen. Die komt dan eerder echt in het FPC, laten we zeggen, in de TBS. Ja, echt, ja, wij zijn dus een resocialisatie. Dus vanaf ons ben je eigenlijk, soort van is het recidive zo, althans zo al wat lager dan dat je in de TBS zit. Dat je dus gewoon weer terug kan keren naar de maatschappij. En dat is wat onze afdeling dus ook is. Om terug te keren in de maatschappij en helemaal dus daar klaar te maken dat je weer terug gaat naar huis. Sommigen die hebben gewoon nog een eigen huis, die dat hebben kunnen
bijhouden. Ja. En de ander die heeft een begeleid wonen nodig en die krijgt daarna een huisje. Dus een TBS'er die perspectief heeft op vrijlating en aan het eind van zijn traject komt bij jullie terecht om dus zijn laatste stapjes te doen, zeg maar. Ja, en het hoeft niet per se TBS te zijn hoor, want ze zijn er ook genoeg zonder TBS. Ja. Maar die hebben dan een vrijwillig kader. Ja, want hoe is de tijdsduur dat ze bij jullie zitten? Dat varieert natuurlijk, wat is gemiddeld? Ja, in de tijd dat ik er werk zijn er sommigen wel eigenlijk net te lang dat je er zou willen. Dan zijn ze eigenlijk al bij ons klaar. De behandeling is eigenlijk afgerond, maar dan is er geen plek voor die persoon op een begeleid wonen traject. Dus dan staan zij daar ook nog op een wachtlijst en dat kan soms wel echt vreselijk lang duren. En dat is echt heel erg zonde. Want ja, die jongens die willen ook gewoon verder met hun leven en... Ja. Ja, dan blijven ze bij ons en dat demotiveert ook eenmaal. Je zegt ook jongens, zijn het alleen maar, vragen, zijn alleen maar mannen? Of zijn ja, het zijn vrouwen? Mannen, maar het is toch ook weer een beetje... Het zijn ook gewoon jongens van mijn leeftijd. Ik ben dan 22, van 25. En soms kom je ook heel jong iemand tegen. Ja. Ik denk van zo, jij bent eigenlijk nog jonger dan dat ik ben. Ja. Dus er zijn meer mannen dan vrouwen? Ja, er zijn ook gewoon vrouwen, ja. En tegen welke problemen lopen zij meestal aan, behalve de stoornissen? Want de stoornissen is het onderliggende, dat is, moet ontdekt worden. Maar wat is de aanleiding meestal dat iets wordt ontdekt bij vrouwen? Ja, dat is echt bij iedereen heel erg verschillend. Okay. Ja, het is nooit bij iedereen hetzelfde. Iedereen heeft andere problematieken en die problematiek komt ook weer bij iedereen ergens anders vandaan. Mm-hmm. Ja, de een die kan dit meegemaakt hebben, waardoor... En de ander die krijgt psychose omdat ze een verkeerd jointje hebben gerookt. Ja, ik zeg maar wat. Ja. En het kan ook dus zo zijn dat iemand gewoon zijn leven goed op de rit heeft. En ineens patroon maakt die verkeerde keuze, psychose. En dan komt hij daar terecht. Ja, dat lijkt me zo heftig, man. Dat lijkt me echt. Zo heb je ook de FIC, dat is de Forensische High Intensive Care afdeling. Uh-huh. Dat is dus echt een crisisafdeling. Daar komen de mensen dan ook die echt dreigen in crisis te gaan verkeren. Of daar al in zitten. Dus het is een fabel dat je daar gevoelig voor kan zijn. Dat kan eigenlijk iedereen overkomen. Het kan denk ik iedereen overkomen, maar psychose is volgens mij ook... Dat hangt me er niet aan op, hè. Maar volgens mij kan het ook, als het in je familie bijvoorbeeld voorkomt, dat je er eerder gevoeliger voor bent. Ja, klopt. True. Ja, heftig. Ja. En je gaat via... is het een bedrijf of organisatie? Ja, een instelling. Eigenlijk zijn we gewoon een ziekenhuis natuurlijk. Via die instelling ga je nog een vervolgopleiding doen? Ja, ik heb met mijn manager een tijdje geleden erover gehad om toch HBO te gaan doen. Ja. Dus, en wat wil je dan doen? Ja, social work. Social work. Ja, en dan kan je via bij ons dan, als het goed is, een verkort traject doen. Dus in plaats van 4, dat je dan volgens mij in 2 jaar het kan afronden. Omdat je dus al in het vak werkt, kan je heel veel dingen... Ja, precies. Gewoon zo doorlopen. Kan het versnel doen. Nee, je kan alles wat je leert eventueel in de praktijk natuurlijk toepassen. Ja, zeker. Ja, 22 jaar. Ja. 22 jaar was ik nog soort van aan het voetballen. En veel aan het uitgaan. Nou ja, zweet in de club. Ja, echt hè. Echt. Wat wil je doen, Marv? Ja, weet ik veel. Ja. Ik doe HBO. Nou ja. Ja, echt. Ja. Serieus. Crazy. Ja, nice. Dat is wel mooi. Je oogt ook veel volwassen al. Ja. Sorry? Ik had laatst een wielklem. Waar was je in Amsterdam? Nee, gewoon echt een wielklem op mijn auto. Waarom? Dan heb je belasting in die betaald. Nee, ik stond voor het Erasmus. Wat zei je? Ik stond voor het Erasmus MC op de Kiss and Ride. Iets te lang. Maar ja, ze moeten gewoon meer parkeerplaatsen maken. Want ik moest gewoon naar de spoedeisende hulp toe. En ik kon mijn auto niet kwijt. Ja, sorry, dan zet ik er gewoon neer. Heb je een wielklem? Ik heb een wielklem gekregen. En dan hoef je boete betalen? Nee, ik had een hele aardige beveiliger. En mijn vader die was super rustig. Dus die heeft dat... kunnen regelen dat hij eraf... Ik flip hem helemaal uit dan. Ja, ik was ook wel echt... Ik was echt niet blij. Nee. Maar ja... Bestaat dat nog je wielklemmen, joh? Zonder te betalen ben ik er gewoon mooi van afgekomen met die wielklem. Maar die beveiliger zelf heeft gewoon die wielklem erop gegooid. Ja, volgens mij wel. Het is niet de handhaving echt van Rotterdam. Nee, het was echt van het ziekenhuis zelf. En toen ging hij wel nakijken van... Oké, voor wat moet jij dan naar de spoedeisende hulp? En klopt je verhaal? En... Super hij zei ook gewoon van, ja, je bent gewoon super netjes en vriendelijk. Ja, aan de ene kant begrijp ik het ook wel als je daar te lang staat. Als er echt mensen komen die echt spoed hebben en die moeten er ook bij en die kunnen er niet bij. Ja, dus ben jij natuurlijk ook spoed, maar dan... En gelukkig kon die meneer beamen dat de garages vol waren. Want hij begon dus zijn dienst op het moment dat ik dus ook ongeveer daar kwam. Dus ze zeiden, ja, mijn auto die staat ook hier. Omdat er gewoon geen plek was. Dus toen dacht ik, ja, ik heb gewoon echt dubbel geluk gehad die dag. Echt, ja. Was je in de mogelijkheid om naar het casino toe te gaan of dat niet?
Nee, mijn broertje had een aanrijding gehad. Oh, we moesten echt naar de spoedeisende hulp. Dat was geen geluk. Overwielklemmen, ja. Ik zie dat het op bestond, joh. Ja, helaas. Nou ja, anders was het een duur geintje geweest, hoor. Ja, voor mij is dat heel duur. Prijzen. Ja, het is echt duur als je dat er even... Maar tegenwoordig ook bellen in de auto's, of met je op je telefoon zit in de auto's, ook 300 euro. 23, ja. Ja. Oh, op geld zeg. Pijnlijk. Doe je dat wel eens, Marv, stiekem op de telefoon? Doe jij het wel eens? Ja. Ja? Ja. En wat doe je dan? Ja, even liedjes switchen, of toch even... Maar dan kan je dat niet op je beeldschermpje doen. Jawel, ja. Maar dat gaat dan toch te traag, of dan zoek je toch dat ene liedje onderaan je lijst. Je kan toch ook dat knopje indrukken, dat heb ik, dat je dan spraak doet of zo. Dan doe je spraak en dan... En dan kan je zeggen, draai Drake op Spotify. Ja, dan belt hij toch opeens, weet ik veel meer, Dave. Ja. Nee, dat werkt... Skere auto, jullie. Ja, waarschijnlijk wel een stukje minder dan die van... Ja, dan zijn nou, Mark rijdt een dikke Audi, ja, dus... Maar dat moet ik weer dit doen. Valt dus, echt man. Maar ik reed... laatste nieuwe, toch? Nou, ik heb een Q2 gehad. Ja, zie je. Ja. Maar dan heeft hij niet als zijn kofferbak dan dicht doet. Dan heeft hij niet dat knopje dat hij automatisch dicht gaat. Dat heeft hij dan weer niet. Ja, dat is dan wel weer een beetje jammer. Ja, voor mij ook niet, hoor. Wat voor auto rij jij? Een Peugeot 208. Ja, dat is ook gewoon een lekker autootje. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Ja, ik heb hem net helemaal lekker gewassen. Althans, nice. Ik niet. Wasstraat. En voordat je hier naartoe kwam. Ze hebben hem schoongemaakt. Ja, de zon schijnt. En dan altijd rond deze tijd van de maand, als het salaris is gestort, laat ik dan altijd mijn auto wassen. En schoonmaken. Oh, je bent niet makkelijk. Ik ga echt elke week. Ja, oh, nee, echt? Ik ga, ja, maar als je een Audi kan betalen, dan kan je ook gewoon elke week naar de wasstraat gaan. Ja, dan moet je wel je tank vol kunnen tanken. En dan gewoon naar de wasstraat gaan. Ja. Maar ja. Genoeg over auto's, joh. Ik heb er niet zoveel mee. Je moet niet. Nee, joh, maakt mij niet zoveel uit. Het belangrijkste is dat we nu ook een goede auto hebben genomen. Omdat mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar, je moet gewoon een veilige auto hebben. En de auto's hiervoor, die waren allemaal tweedehandsje, zeg maar, of derdehandsje, zeg maar. Nu hebben we moeten gewoon een nieuwe, een goede. Dus we gaan er eentje aanschaffen die bij ons past. Dat dacht ik ook, Marcel. Dan was ik veel goedkoper uitgekomen. Ik ga naar Dacia. Ga je een Dacia hiernaar? Nee, jij! Ja, maar tegenwoordig maken ze toch geen slechte auto's meer, eerlijk. Ja, maar het gaat nog steeds om een soort van bravoure, toch een bepaalde status. Ja, tuurlijk. Als je een Audi rijdt of een Volvo, is het natuurlijk meer beter als een Dacia, tenminste voor sommige mensen. Ja. Voor mij zou het niet zo uitmaken. En wat ik je net voor de opname zei, dat is dan mijn volgende missie, toch? Dus, ja, dat hoef ik niet uit te spreken. Nee. Dat mag ik ook niet, nee. Okay. Ja, je hebt net je nieuwe auto, dus ik je kan nog even. Auto, ja, maar hij is nu al bezig met de volgende te kennen. Ja, ik heb die van mij ook nog geen jaar. Ja, dan kijken we rond, toch? Ja, nou eigenlijk niet. Nee? Dit was de auto die ik wel echt wilde. Ik heb wel een leaseauto dan. Ja, maar dat is niks ergens aan. En dat hebben wij ook. Mijn vorige auto, die wilde ik wel, vond ik leuk, maar die had ik gewoon even snel nodig. En iedereen zei, je moet die 208 niet nemen, is veel te groot, heb je niet nodig. En toen had ik die C1, die Citroën C1, en toen dacht ik, ja, leuk. Dat is te klein, leuk, maar wil ik niet. Dus na een jaar kon ik die weer opzeggen. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon voor die 208. Ik werk 36 uur in de week. Natuurlijk. Dus ik draai nachtdiensten, ik ga soms kapot. Ja, dus ik wil gewoon die 208. Ja, dat snap ik. Maar ja, het is wel een ongeluksding, hoor. Want? Ja, iedereen rijdt maar tegen mijn auto aan. En rijdt gewoon verder. En of ik ben er niet en laat geen briefje achter. Dat is schadevergoeden dus. Ja, ik niet. Dus het tegen andere haar, mensen rijden schade. Private lease. Ja. Ja. En weer eigen risico, toch? Ja. Ja. Nou, we gaan het zien eind van het jaar. Is het per jaar? Ik ga het eind van het jaar inleveren? Of ja, ik wil hem wel denk ik nog houden. Want ik vind het wel echt een hele fijne auto. Ja. Ik ben er echt Maar ja. Even... Nou, het boeit je echt niet, hè, auto's. Ja, je kan hier echt tot de orde van de dag, zeg maar. Want dan gaan we al richting het half uur alweer, hè. Het gaat te snel. We hebben het natuurlijk over je schoolcarrière gehad. We hebben het natuurlijk over je werkcarrière gehad. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Over 5 jaar? Ik kan ook zeggen 10, maar ik bedenk 5. Nee, 10, dat is wel heel ver weg. Dan heb je een hbo in de pocket. Ja, dat mag ik wel hopen. Dat wil ik inderdaad zeggen. Dan heb ik mijn hbo behaald. Misschien dan een overstap maken naar een andere afdeling. Spannend. Wat zou je eventueel in de toekomst willen? Ik denk wel dat ik naar die crisisafdeling zou willen, naar de FIC. Dat is binnen mijn gebouw gewoon, dus net wat meer uitdaging, hele andere, het is net anders. Andere problematieken. Andere problematieken, hele andere dynamiek, dus dat lijkt me echt heel tof. Ja. Top. Ik ben 28.
Zo, dat is wel echt oud, hè? Dan ben ik bijna 30. Maar is dat het enige? Wat wil je voor de rest? Want je woont nog thuis, bijvoorbeeld. Ja, uit huis. Ja, maar dat wil ik wel sneller dan 5 jaar. Maar in ieder geval een eigen huis, inderdaad. Nou, en dat is wel even het korte doel. Ja? Voor nu. Niet dat je zegt van dit zou ik echt mijn eigen nagelstudio willen of iets wat daarop lijkt. Nee, misschien als ik een huis heb, gewoon een kamer waar ik dat dan kan gaan doen. Maar dat hoeft voor mij allemaal niet. Of trouwen? Ja. Het ligt niet in mijn handen, vind ik. Oh, je staat er wel voor open, zie ik. Ja hoor. Ja. Ja. Nou, leuk. Ja. Mogen wij dan ook komen? Ja hoor. Waar zouden jullie komen? Ja, ik ga sowieso komen. Als je zou uitnodigen, zouden wij komen. En ik drink je helemaal arm. Ja, maar misschien drink ik wel geen alcohol. Nee, misschien komt er helemaal geen alcohol bij mijn bruiloft. Dan denk ik niet dat ik ga komen. Waarom? Ja, ik moet wel, of ik ben gewoon stiekem aan het sippen met zo'n plat vinkje die bij je doet. Go, Ivar! Nee hoor. Echt. Maar, nee, dat zou ik echt tof vinden. Als een oud-regering me zou uitnodigen voor een bruiloft, dan gaan die uitnodigingen komen natuurlijk. Ja, echt hè. Dus bij deze, als een oud-regering gaat trouwen in een school met mij, hey, nodig maar uit, ik ben daar met Ben. Ja. Ik drink je me kapot. Nee, ik niet. Echt hoor. Ik ben na 2 biertjes dan. Serieus. Heb je wel achteruit. Ja, dan gaan we champagne drinken. Helemaal leuk. Maar trouwen, dat zie ik niet in 5 jaar gebeuren. Dat is wel kort, denk ik. Ja, je weet niet hoe het leven loopt. Ja, nee, je weet het niet. Misschien ga ik over 2 weken trouwen. Dat. Gewoon bij het gemeentehuis. Gewoon op papier. Dat is niet meer gratis trouwens, hoorde ik. Nee? Op maandag niet meer. Nee, dat op maandagochtend toch? Ja, maandagochtend is het gewoon steeds gratis. Ik hoorde een keertje, ik weet niet of het waar is, maar ik geef mijn mond nu maar even draaien. Ik hoorde dat, ik weet niet of het waar is. Maar jij bent getrouwd toch? Ik ben geregistreerde partners. Ja, het is getrouwd, ja. Nee, nog niet, want ik heb hem wel ten huwelijk gevraagd. Oh shit. Alleen, we zijn verloofd dus ook nog. Ja. Maar we zijn wel geregistreerde partners. Dus hetzelfde voorwaarden in principe trouwen. Alleen, je kan het omletten zetten naar het vinkje trouwen. Oh, nice. Dus we hebben ooit de illusie om nog een keer te trouwen. Alleen, ja, kinderen. Money, inderdaad. Ja, we willen toch ook nog mooie vakanties maken. Wachten tot de kinderen wat groter zijn. Dus misschien gaat dat nog een keer, gebeuren. Mm-hmm. Nice. Ja, dat is mijn doel over 5 jaar. Binnen nu en 5 jaar gaat dat gebeuren. Ja, precies joh. Nee, nou, in ieder geval wel mooie plannen. Ik denk dat jij er wel komt. Dat denk zeker, ik wel. Ja, zeker. Daar hebben we geen twijfel over. Ik vond het waanzinnig tof om je in de podcast te hebben. Nou, we kennen elkaar natuurlijk nog niet zo goed als Marv jou natuurlijk kennen, nee. Zeg maar. Dus ik vond het echt heel tof. We gaan binnenkort je broertje in de gaten houden als die op. Oh jee. Maar jullie zijn echt 10 jaar jonger. Of hij is 10 jaar jonger. Ja. 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 Zelfde papa, niet zelfde papa en mama. En als je hem ziet lopen, zou je hem ook niet koppelen aan mij. Nee. De andere papa. Nee. Ja. Ja, hij lijkt niet op jou. Hij lijkt helemaal. Nee. Ja, sommige mensen zien het dan wel en dan denk ik, nou, ik zie het niet helemaal, maar nee. Maakt niet uit. Oh, ik ben benieuwd. Ja, nee. Ja, maar ik zie hem pas dan over 3 jaar pas. Ja, toch? Ja, 3 jaar. We kunnen gewoon even opzoeken. Hey, wat is met jou? Wat is met jou? Kom jij? Wat is met jou? Dan? Hey, dankjewel dat je hier aanwezig wilde zijn. Ja, heel waardevol. Ik hoop dat het voor de luisteraars ook waardevol is. Ik denk dat dit een heel mooi verhaal is. Hoe je jezelf kan ontwikkelen. Hoe je de maatschappij beter kan maken. Hoe je in het leven kan staan. Ik vind dat heel tof en heel mooi dat je dit werk doet. Dus mijn complimenten daarvoor, echt heel tof. We gaan richting het laatste woord. Alleen, die is deze keer niet voor jou. Die is deze keer voor Marv. Waarom doe je dat? Leuk. Wat fijn. Omdat jij bent Marv in oud-leerling. Dus we gaan een keertje mix it up. Deze man, joh. Ik vind het echt een verschil. Gooi je halen. Nou, ik vind het wel leuk. Ik zat er alweer helemaal over na te denken. Maar dit is helemaal fijn. Helemaal ja, leuk. Joh. Dus afwachten. Nogmaals, 1000 keer dank voor je deelname. Dankjewel. We houden contact. We gaan je volgen op socials. En we gaan natuurlijk checken of jij die HBO gaat doen of niet. Anders komen we met die zweep erachteraan. De bruiloft heb ik alvast genoteerd. Dus dat is leuk voor in de zomer. Ja, we gaan waarschijnlijk gewoon 10 krijgen nu. Nee joh. Dames en heren, jongens en meisjes, hartstikke bedankt voor het luisteren. We hebben er weer van genoten. Ik vond het wederom weer leerzaam ook. Ik heb zeker weer wat geleerd vandaag, dus dat vind ik ook heel tof. Tot de volgende. En het laatste woord is voor mijn homie, Marvin Leter. Echt een verschrikkelijke man. Serieus. Ja, hier heb ik echt totaal geen rekening mee gehouden. Ja, ik sta echt een super lange tijd voor de klas. Nee, het komt wel. Ik sta een super lange tijd voor de klas. En je wel onder zoveel tijd heb je wel een soort van een toffe klas, een toffe generatie waar je lessen aan geeft. En die,
die altijd wel blijft hangen. En daar is Ivana en haar crush is soort van één van. En super nice. Die herinneringen blijven altijd en ik geniet ervan. En ik ben echt trots op wat je nu doet. Dus shout-out aan iedereen die mijn hart heeft gestoken.